Ja, vanaf welkom bij deze nieuwe video. Mijn naam is Pim, ook op Monkeloyte, voor jullie nummer 1 Pokémeester hier op YouTube. En natuurlijk ook op Twitch. En in deze video ga ik een mystery pack openmaken. Want dames en heren, voor de mensen die het niet weten, in de Pokémon-wereld worden ontzettend veel mystery boxes, mystery packs gemaakt. Noem het allemaal op. En ik moet heel eerlijk toegeven, ik vind het zelf altijd een beetje sketchy. Ik heb zelf ook wel eens wat gekocht en eigenlijk zit er altijd troep in. En ik heb nu 2 van die mystery packs gekocht. En die gaan we natuurlijk in deze video openmaken. Dames en heren, ik ga even kort uitleggen wat hierin zou moeten zitten. Wat ik ervoor heb betaald. En we gaan natuurlijk ook even kijken of we er winst uit halen. Of dat we compleet gescamd zijn. We gaan het met jullie allemaal bespreken. Willen jullie meer van dit soort mystery pack, mystery box video's? Laat het even weten in de reactie en like in ieder geval even deze video. En dan gaan we nu verder met het openmaken van deze packs. Nou, dames en heren, mijn namen staan er dus op. Nummer 42 en 45. Voor de mensen die een beetje op Facebook groepen van Pokémon zitten, zie je dit best wel vaak voorbij komen. Mensen die een troep in enveloppen stoppen. En dan nummertjes opzetten. En dan het verkopen voor een paar tientjes per envelop. En dan zegt ze, oeh, 1 op de ES, zoveel enveloppen zitten al niet super zieks. Nou ja, we gaan het allemaal wel zien. Ik heb hier 30 euro per envelop voor betaald. Dus 60 euro voor deze 2. En ik ben heel benieuwd wat erin zou moeten zitten. Er kunnen graded kaarten in zitten, vintage packs, noem het allemaal maar op. Ja, en dat allemaal maar voor maar 30 euro. Ja, en dames en heren, zit je een beetje in de handel, dan weten jullie altijd wel, lijkt iets om te mooi en waard te zijn, dan is het vaak ook. Maar ik ben gewoon vooral benieuwd wat eruit komt en of het een beetje tegen de 30 euro aan waarde aan zit, of dat het echt maar een tientje is of whatever. Dat gaan we allemaal wel zien. We gaan ze hier voor openmaken en ik ben gewoon heel nieuwsgierig wat erin zit. En ik vind het ook wel weer leuk om een keer wat anders open te maken. Nou, dan gaan we. De allereerste. Daar gaan we, jongens. De allereerste. Wat zit erin? Ik ga het zo openmaken. Oké. Er zitten alleen losse kaarten in. Oké. Nou, daar gaan we. Daar gaan we. Wat zit hier in, joh? Ja, hoe gaan we dit nou openmaken? Nou, even kijken of we dit een beetje makkelijk los krijgen. Denk het wel. Zo. Ik ben heel benieuwd wat hierin zit. Ik heb eigenlijk even een mesje nodig, want die heb ik hier niet liggen. Ja, dat is wel het nadeel als je dus niet edit. Dan heb je niet alle spullen hier bij de hand liggen. Maar ik denk wel dat ik hem los krijg. Komt goed, komt goed. Hoppakee. Kijk. Nou, daar gaan we. Ja, het is wel heel spannend zo, hè, jongens. Het zijn dus alleen losse kaarten, geen packs of zo. Het zijn wel echt een hoop kaarten. Ja, we gaan het allemaal zien. Laatste plakbandje. Ik moet ook wel heel eerlijk zeggen, het is ook wel echt heel lekker ingepakt met plakband en alles. Daar gaan we, jongens. Zijn jullie er klaar voor? Willen jullie weten hoe hard ik gescamd ben voor 30 euro? Oh mijn god, ik zie het alweer. Ik zie het al gebeuren, jongens. Oké, daar gaan we. Daar gaan we. De eerste kaart. Wat is dit ook echt? Nou, deze is 50 cent. Oh, nee. Oké, deze is 50 cent. Deze is 50 cent. Ja, ik weet... Wat is dit ook echt? Ja. Ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Dan laten we hopen dat er nog wat anders moois in zit. Dan gaan we, jongens. De volgende is... Een common. Nou, ik denk dat het wel op 80 cent zit, hè. Oh, dit is ook echt een hologanger van echt een cent of zo. Oké. Daar gaan we. Dan hebben we een promo Cleffa. Wat is dit? Is een Blackstar promo, denk ik. Dit is een kaartje van 2 euro. Nog een Lucario. Nog een promo. Nog een common. Nog een common. Nog een comment. Yes, meer comments. Ah, maar dit is echt heel illegaal. Ik zei het er al, jongens. Het is al hetzelfde liedje. Oké. Ja, maar dit is ook niet eens een minte kaart ook. Ja, dit moet wel echt iets ziek zijn dan. Dit meen je niet. Ja, maar dit is echt... Ik denk dat dit nog geen... 10 euro is bij elkaar, denk ik. Oprecht, gewoon. Oh, wat erg.
Oh, dit is echt heel erg. Oké. Okay. Oké. Okay. Dit zijn gewoon die Lucario promo's, hè. Die zijn echt een euro of twee euro's, hè. En dan die Hunter. Oei. Nou jongens, dames en heren. Ik denk dat de toploaders meer waard zijn dan de kaarten zelf. Dus dankjewel voor dit 5 toploaders. Nou daar gaan we jongens. Op naar de volgende. Oh, dit is echt heel erg. En dit is dus een beetje wat ik bedoel. Als ik inderdaad zeg van ja, dat ik liever geen mystery boxes doe. En weet ik wat allemaal, want je ziet het. Ik heb hier 30 euro voor betaald, hè. Voor een paar comments. Ja, het is echt bizar. Het is echt bizar. Oeh, voor een graded kaart. Oké, een PSA-kaart. Nou, dan zitten we in ieder geval goed. Een PSA-grading is al super duur. Laten we kijken of hier dan wat goeds in zit. Oké, dames en heren. We hebben in ieder geval een gegraded kaart. Zullen we die tot het einde doen? Die kan een hoop goed maken, jongens. Die kan een hoop goed maken. De eerste pack, daar zijn we in ieder geval ziek mee gescamd. En dan hebben we hier weer wat losse kaartjes. Dames en heren. Ik mag toch verdomme hopen dat het een goede PSA-kaart is. Want anders word ik echt gek, denk ik. Het is weer... Het is een reverse... Het is echt... Wat is dit letterlijk? Hallo? Hou eens op, hé. Oh, mijn god. Waar slaat dit op, ouwe? Het is een reverse Hunter en een Houndoom. Nou, dan hebben we hier alweer 50 cent. Dit is 50 cent, denk ik, bij elkaar. Of een euro met geluk. Oké, jongens, dames en heren, we hebben weer een eurotje te pakken. En dan hebben we hier nog een Jolteon. Yes, die is ook zeker 50 cent. Dan zijn we nog een keer. En ja, ik weet niet wat dit is, hoor. Maar weten mensen wat dit is? Het is gewoon een fucking speelkaart die je gewoon, weet ik veel, kan kopen. Hier heb je 52 kaarten voor een paar euro, toch? Ja, maar mij niet uit, hoor. Maar... Oké, dan hebben we hier nog een... Een Haunted Common van Evolution is ook echt... Het is echt ongelooflijk. Ja, maar dit moet dan echt... Dit moet echt een Charizard PSA 10 zijn. Want anders slaat het echt nergens op. Ja, maar dit moet alles goed maken, jongens. Dit moet alles goed maken. Zijn jullie er klaar voor? De PSA kaart. Even kijken of het een beetje een goede kwaliteit is. Er zit wel wat widening. Dus ik denk dat het een 9 is, eerlijk gezegd. Of een 8. Ik denk dat het een 9 of een 8 is. Oké, daar gaan we. We gaan sowieso het cijfer even verbergen. Wie laat dit graden, letterlijk? Wie laat dit graden? Wie laat dit graden? Oké, het cijfer is... Een 9! Oké. Nou, deze is dan wel redelijk... Het is echt ongelooflijk. Oh, wat erg. Oh, dit is echt heel erg. Ik dacht, dit is een leuke video. Oei, dames en heren. Nou ja, dit is een beetje het ding wat ik zei. Ik dacht, ik ga gewoon voor de grap. Splend ik er gewoon even 60 euro tegenaan voor een video. Maar ja, jullie hebben het gezien, jongens. Ik ben, denk ik, zeker voor 40 euro, voor 30 euro de boot in gegaan. En dat is ook niet eens een beetje in de buurt of zo, hè. Het is gewoon... Yo, hier heb je een stapel comments. Oei, nou jongens, kunnen jullie mij nog een klein beetje goed maken door deze video in ieder geval even te liken en te subscriben op mijn YouTube kanaal. En dan gaan we eens kijken of we nog een keer een nieuwe mystery box kunnen kopen waar wel wat leuks in zit. Hey, joehoe!